klaar. Een beetje mopperen. Kater Muts heeft een bijzonder avontuur achter de rug. Afgelopen week maakte hij een treinreisje naar Zwolle. Zijn baasjes, die tegenover het station in Coevorden wonen, hebben daar niks van gemerkt. Zij zien het bericht op social media verschijnen, maar Muts ligt al alweer in zijn mandje te slapen. Iemand schijnt hem om zijn jas te hebben meegenomen in de trein richting Aardenberg. En blijkbaar heeft de conducteur van de trein, die kende hem ook. En die heeft hem ontdekt en die heeft hem in Zwolle dus uit de trein gehaald. En bij de machinist afgeleverd voor de trein van Zwolle naar Emmen terug. En de machinist heeft hem dus mee teruggenomen naar Coevorden. Muts reist als een echte VIP naar Coevorden. De mooiste plek van allemaal. Daar had ik ook wel eens willen zitten naast de machinist. Dat is mij nog nooit gelukt, maar goed, Muts dus wel. De machinist zet Muts in Coevorden weer op het perron. De kat met drie pootjes komt geregeld even buurt op het station en een knuffel halen bij de treinreizigers. Als hij in Zwolle uit de trein was gezet en ze hadden hem niet herkend, dan had hij daar in Zwolle nu. Was hij daar de stationskat geworden waarschijnlijk. Ondanks dat Muts geen kaartje had voor zijn treinreis, heeft hij geen boete gekregen van de conducteur. Nee, hij heeft inderdaad niet betaald. Maar wij willen wel heel graag de machinist en de conducteur van Arriva hartelijk danken voor hun adequate optreden. Zodat we hem inderdaad weer terug hebben.